Vandaag is hier bij me René Boogaert, een van de grotere horecaondernemers in Nederland. En hij maakt zich net als wij enorme zorgen over de toekomst van de horeca. Want door de coronasituatie, door de lockdown, dreigt een massaal faillissement. Dat moeten we zien te voorkomen. René, ontzettend fijn dat je er bent. Dankjewel. Welkom. Jij bent een van de grote horecaondernemers in Nederland. Je hebt grote zaken. Pavarotti bijvoorbeeld in Delft, een aantal andere zaken. Clooney, grote plekken waar heel veel gasten ook normaal gesproken kunnen komen. En jullie liggen al 2 maanden stil. Ja, de situatie is heel lastig. Uiteraard niet alleen voor mij, maar daar zit ik ook niet vandaag voor. Ik denk dat binnen onze horecagroep, in Nederland telt ongeveer 400.000 medewerkers binnen de horeca. Met alle toeleveranciers erbij praten we over 1 miljoen mensen. Maar sowieso is de horeca de grootste werkgever van Nederland. En heel in het begin, toen was ik wat opportun volgens velen, toen ik zei, nou ja, 1/3 gaat deze crisis niet overleven. Maar zoals ik het nu zie, ben ik bang dat we over 2/3 praten. En dat 2/3 van deze mensen na de crisis niet meer terugkomt. Nou, dat is natuurlijk onvoorstelbaar. En dat zou een economische val van Nederland betekenen die zijn weerga niet kent. 2/3 van de mensen in die sector met alle spin-off die dat weer heeft. Dus we moeten proberen te doen wat we kunnen om dat te voorkomen. Hoe kijk je naar de maatregelen van het kabinet die er nu gepresenteerd zijn? Nou, kijk, ik ben blij dat het kabinet aandacht geeft. En ik ben ook blij dat jij ons vandaag aandacht geeft. Kijk, er zijn maatregelen en ik snap dat het ook lastig is. Want je kunt niet voor 17 miljoen mensen het goed doen, denk ik. Ik denk wel dat de nauwregeling zoals die nu bedacht is, dat die iets te mooi is gebracht. Hè. Het is niet 90%, maar 65%. Ja, het gaat over die compensatie van loonkosten. Ja. Maar je hebt natuurlijk nog veel meer kosten als horecaondernemer. Nou ja, kijk, behalve de loonkosten, waar natuurlijk verschrikkelijk veel abonnementen. En ja, zoals ik het zelf zie, is de huur misschien wel de grootste sluipmoordenaar. Ik merk veel arrogantie bij vastgoedpartijen. Ze zijn soms wel genegen om mee te denken, maar dan is het toch vaak betaal de huur maar later. Maar dat is wat mij betreft uitstel van executie. Ik denk dat je op dit moment als huisbaas je verhuurder of je huurder moet helpen. En als dat niet gebeurt, dan wordt het heel lastig. En ik zeg maar zo, ja, lege winkels betalen geen huur en halve winkelcentra strekken geen mensen. Dus het is in ieders belang, ook in de belang van de huiseigenaren en de vastgoedsector, om daarin mee te bewegen. En daar zou de regering ook meer in kunnen doen waarschijnlijk. Ja, ik weet niet of daar een soort noodwet voor kan komen. Kijk, het is natuurlijk lastig om tegen de Unibail-Rodamco's, beursgenoteerde bedrijven in de wereld, de met de woons te zeggen of wat. Alleen ik merk toch dat ik vanuit mijn social media platform eigenlijk al best wel veel bereikt heb. Ik begon met 1 verhuurder die naar 50% ging. Ik heb ook tegen al mijn huurders gezegd, joh, ik wil betalen. Maar ik betaal 50% direct tegen kwijtschelding van de andere 50%. Als je dat niet doet, dan ga ik gewoon afwachten. En dan zien we elkaar vast en zeker ergens voor een rechter. Maar ja, liever niet. Maar nee. Deze pijn moeten we samen delen. En dat geldt ook naar de overheid. Bij ons staat ook de gezondheid op 1. Maar dan moet je ons wel gaan compenseren. Dan moet je het wel gaan regelen met ons. Want anders komen we niet terug. En dan hebben we het over de fysieke gezondheid van de mensen. Die wat ons betreft ontzettend belangrijk is. Maar de economische gezondheid van deze wereld. En ook van Nederland. Die uiteindelijk straks ook weer die fysieke gezondheid moet gaan betalen en bekostigen. Ja, die gaat er gewoon aan. De bodem is weg namelijk. Ja, en in dat kader vind ik ook de maatregelen die ze nu hebben voorgesteld vanaf 1 juni onvoldoende en twijfelachtig. Daar hebben we het ook over gehad voordat we deze uitzending begonnen. Jij hebt een aantal grote zaken, maar ze hebben dan nu gezegd dat je tot 30 man mag toelaten in die zaken. Maar dat is natuurlijk onzin als je een zaak hebt waar normaal gesproken 500 mensen in kunnen. Dan kun je meer dan 30 man toelaten. Thierry, je bent bij ons op werkbezoek geweest in Pavarotti Delft. Daar hebben wij 1000 vierkante meter, 500 zitplaatsen. We zijn op Kijkduin aan het bouwen, 1450 meter, 650 zitplaatsen. In Leiden 1000 meter, 500 zitplaatsen. Dat is natuurlijk compleet onbegrijpelijk als je dan ziet dat mensen met 90 vierkante meter ook 30 gasten binnen kunnen hebben, inclusief medewerkers. En wij met 500 of 650 zitplaatsen ook 30 gasten inclusief medewerkers. Hoe verzin je het, hè? Toch onbegrijpelijk. Nou ja, ik denk dat het ergens vandaan is gekomen, maar ik probeer dan ook de realiteit erbij te halen. Dus ik kijk om me heen in andere landen. 1,5 meter is wel echt iets Nederlands. Hè. Over de wereld wordt toch die 3 feet, die kleine meter, gebruikt. In een land als Duitsland, daar praat men bijvoorbeeld over 50% bezetting. Ik zou veel beter kunnen leven met een percentage. Dus in plaats van het absolute getal 30, maak daar een percentage van. Ja. En 30% is een begin. En laten we dan in juli naar 50% gaan. Precies. Maar als je een percentage neemt, dan haal je meteen de fout uit deze gedachte weg, denk ik. Dus percentage in plaats van een
vast aantal. Dat is ook logisch, omdat elk horecabedrijf een andere omvang heeft. Dus 30 en je onderbouwt het om die 1,5 meter naar een meter te zetten. Want ik weet niet of je het van de week hebt gezien in de Kamer, ongetwijfeld. Maar ja, de discussie over 1,5 meter afstand, dat betekent dat we ongeveer 10 vierkante meter nodig hebben om één tafel met vier gasten die thuis samen aan de bouw, hè, op de bouw tegen elkaar liggen. Dat was dat ingestudeerde toneelstukje tussen Jij zegt het, ik denk het. Dat was gênant, natuurlijk. Het was natuurlijk grappig, maar eigenlijk heel erg vervelend. En wij als horecamensen hebben daar echt met heel veel verdriet naar gekeken. Want dit is iets wat voor ons natuurlijk, dit is eigenlijk minachting naar de branche als je het zo gaat doen. Ja, het lijkt alsof er helemaal geen plan is. Hè? Het lijkt alsof ze het helemaal niet overzien wat de consequenties zijn van wat ze nu allemaal maar doen. Dat het vanaf de tekentafel wordt bedacht en niet met voeling vanuit de praktijk. Nou ja, kijk, ik hoorde van de week iemand zeggen er moet een taskforce komen. Ik denk dat het belangrijk is dat er niet alleen mensen die verstand hebben van de gezondheid en van het coronavirus, maar dat er ook wat mensen die hun pijlers in de economie hebben staan in Nederland en dat die mee gaan denken. Want weet je, als je het aan de RIVM overlaat, dan zijn wij gewoon nog een jaar dicht met z'n allen. En dat is natuurlijk heel veilig. Ik heb 6 kinderen, ik ben ook niet gek op condooms, maar dat is wel een bewuste keuze geweest bij ons, snap je? Dus je kunt ook qua veiligheid kun je een heleboel dingen bewust doen. En ik denk dat het heel interessant is als je de mensen, die 17 miljoen mensen in Nederland, ook wat eigen verantwoordelijkheid geeft. Ja, tot slot dan ook nog even een punt, maar we zouden misschien ook meer kunnen doen met leeftijd. Dat je zegt, dat bedoel ik. Want kinderen gaan nu alweer naar school. Dat is eigenlijk ook vanuit hun leeftijd ingegeven. Het zijn jongere mensen, die maken veel minder kans om besmet te worden enzovoort. Ja. Moet je dan niet ook zeggen tot 25 of tot 30? Je bent een man van mijn hart. Als je zo doorgaat, dan ga ik op je stemmen. Maar heel eerlijk, kijk, ik denk dat ik zit hier vandaag niet alleen voor mezelf. Wij hebben ook een hele grote sector in de avond- en uitgaanshoreca. Deze mensen hebben het ontzettend moeilijk. Daar is 1,5 meter gewoon volstrekt onmogelijk werken voor. Ja. Je zegt het goed, basisscholen zijn weer open. Kinderen verspreiden volgens Henk van Dissel het virus niet. Ze zijn eigenlijk ongevaarlijk. We mogen ook dicht bij elkaar komen. Is ook in de praktijk verder niet op te lossen. Maar doe bijvoorbeeld de uitgaan tot 24 jaar, of tot 25 jaar. En dan kan die sector ook weer weg. Want nogmaals, er liggen echt ontzettend veel ondernemers bijna onder water. En dat kost, ik vind het ontzettend leuk dat je er even was. Want een van de dingen is natuurlijk, dat kost ook levens op termijn. Als economisch, al die bedrijven omvallen, als die hele economie in elkaar stort, dat gaat ook op een gegeven moment in gezondheidsrisico's, in verslavingsproblematiek, in depressie, huiselijk geweld. Weet ik wat voor een ellende dat allemaal niet ook tot gevolg gaat hebben. En dat vergeten we soms in deze discussie. Ja, ik denk dat zeker. En nogmaals, ik denk dat je niet moet vergeten dat de economie de rest eigenlijk allemaal weer moet bekostigen. En alles wat er nu wordt uitgegeven door het kabinet moet ook weer een keer terugkomen, hè, al die tekorten. Dus ja, ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat je de motor intact houdt. En wij zijn onderdeel van de motor. Maar je moet ons nu niet een koekje geven wat eigenlijk niet klopt. Hè? En nogmaals, wij onderschatten de gezondheid niet. Wij willen helemaal geen risico nemen. Maar ik denk dat je het op verschillende manieren kunt benaderen. Op een verantwoorde wijze. Fijn dat je er was. René Boogaert, we gaan hiermee naar Den Haag. We dienen ook moties in. Dit soort gesprekken, dit is wat voor ons de voedingsbodem is voor onze beleidsvoorstellen. Dus ik ben ontzettend blij dat René Boogaert hier vandaag was. Dit blijven we doen. We blijven hiermee aan de gang. En we gaan proberen om de schade van het desastreuze kabinetsbeleid op alle gebieden in deze hele coronasituatie maximaal te beperken.